Het is hier druk, hè, Christine? Ja, behoorlijk, ondanks het weer. En gisteren wordt het ontzettend druk. We hebben gisteren eigenlijk een topdag gehad, mede door de zon. Ja. Maar vanmorgen, ondanks de regen, stonden de mensen allemaal met de auto's alweer in de rij om naar ons pompoenen te kunnen komen kijken. Ja, want het wordt dus gevaarlijk. Doe jij zelf de pompoenen hier in de regio, hè? Ja, ja. En de mensen zijn ineens toch wel heel erg geïnteresseerd om die te kopen, hè? Dat klopt ook door het enorme assortiment wat wij hebben. Wij kweken 120 soorten. En dan tellen de kleintjes onder één soort, dus hebben we dan ook al meer als 100 van. De pompoen kreeg steeds meer belangstelling, omdat de mensen ook steeds meer bezig zijn met de gezondheid. En de pompoen zelf bevat heel weinig calorieën. Dus diëtisten sturen ons ook heel veel mensen met: heb je dat soort pompoen om in de gerechten te verwerken? En omdat de mensen ook steeds meer voor de gezondheid bezig zijn, ze bevat heel veel antioxidanten. Want in de dingen waar ze eigenlijk meest voor komt, in de streek van Mexico, komt ook heel weinig kanker voor, omdat er heel veel antioxidanten in zitten. En ik denk dat de mensen steeds meer met de gezondheid bezig zijn, dat ze er ook steeds meer naar die producten toe gaan. Want ik begreep ook eigenlijk dat het accent van de beleving van pompoenen, zal ik mensen interessant zeggen, dat het is verschoven van decoratie naar consumptie. In het begin toen wij ze kweekten, was echt binnen alles decoratie. Als iemand dan een soep pompoen kwam halen, dan kalden we dan eigenlijk een week over. Maar nu verkopen wij al 60% voor consumptie. En dat is echt veel. Maar dat komt ook mede door de culinaire middagen die we dan geven. Dat zijn proeverijen van pompoen op zout, zoet, zuur gebied. En ja, dan maken ze de mensen een beetje wakker met. En mensen willen ook steeds meer proberen. Wie voor jaren terug oten ze amper pasta. Maar iedereen heeft nu pasta iedere week op het menu staan. En zo is met de pompoen ook. En vooral in deze periode willen de mensen toch steeds meer uitproberen. Ik zie dat al die pompoenen hier, dat die gans anders zijn van formaat en kleur. Maar die hebben ook een ganz andere smaak ook. De meeste mensen denken dat de oranje pompoenen het lekkerste zijn, maar dat is niet zo. De Turkse en Marokkaanse mensen die komen vooral het grijs, het groen en het wit halen. Want daar komt de pompoen eigenlijk vandaan, Turkije, Portugal, Spanje. En die weten natuurlijk ook van vroeger hoe ze moeten bereiden. En de smaak is ook voortreffelijk, vooral van de grijze en de groene. Ze hebben een beetje een nootachtige smaak, sommigen hebben weer een beetje een zeutere smaak. Maar sowieso moest bij de pompoen heel veel kruien gebruiken. Anders dan, ze is een beetje vlak van smaak, maar sommigen hebben dan toch wel iets meer dat zeutere en sommigen weer meer dat nootachtige. Wat kunnen ze eigenlijk allemaal maken van pompoenen, Christine? Daarvoor geven wij die culinaire middagen. Dan beginnen we om 12:30 met pompoensoep, met pompoenbrood. Daarna krijgen ze een barigoel. Dat is een barigoel van pompoen. Dat is pompoen met spekjes, paddenstoel, wortel, ingekogen witte wijn met verschillende soorten kruien. Ze krijgen dan een lezing over de geschiedenis van de pompoen. Daarna hebben we een rondleiding door onze tuin met de nodige tekst en uitleg. De tofels zijn er nog gedekt met pompoenbrood met pompoenjam. Een pompoensalade, een zoetzuur, ingelacht en zoer. De pitten, de olie, de pesto gemaakt van de pitten en de olie met parmezaanse kaas en basilicum. Een pompoen die ze roken zetten met een dipsausje. En dan kregen ze een lezing over het medicinale van de pompoen. En we sluiten de middag af met koffie of thee met pompoenijs, pompoenbonbonnetje en een plak pompoencake. En natuurlijk het slagroom. Dus dat is eigenlijk wat we die middag tenminste ook een beetje bekend maken met de pompoen. Verder verzorgen we dan nog kookworkshops in de maand oktober. En dan is een viergangen diner en in iedere gang komt dan iets van pompoen komt dan terug. Maar eigenlijk een beetje een chiquer diner en dan ook met pompoen. Thank you.